In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dierbare, onze Heer vergelijkt het hemelrijk met een bruiloft van de zoon van een koning. Deze bruiloft is niets anders als die van de innige vereniging van de menselijke natuur van Christus met zijn Godheid. De menselijke natuur van ons Heer is als het ware zijn bruid geworden. Het instrument van zijn Godheid om ons mensen te verlossen. Al wie naar zijn stem luistert, zal gered worden, zal vergeving vinden, zal troost vinden. En wij zijn tot deze bruiloft uitgenodigd. Genodigden zijn uitgenodigd om deel te hebben aan de vreugde van het bruidspaar. Om te deel te hebben aan hun vreugde. Wij echter zijn niet alleen uitgenodigd om deel te hebben aan die vreugde, maar ook om waarlijk deel te nemen. Deel te nemen aan het goddelijke kindschap van Jezus Christus. Jezus Christus, de tweede goddelijke persoon van de heilige drievuldigheid, nodigt ons uit deel te hebben aan zijn goddelijk kindschap. Dierbaren, dit is een ontzaggelijk mysterie. Deelnemen aan het goddelijk kindschap van Jezus Christus betekent deel te nemen aan het goddelijk leven van de allerheiligste drievuldigheid. Onze zielen zijn geschapen om goddelijk leven te ontvangen, om het goddelijke leven te ontplooien. En sinds ons heilig doopsel hebben we dit goddelijke leven in onze zielen verborgen, gelijk een zaadje onder de grond. Door het heilig geloof hebben wij deel aan de kennis die God van zichzelf heeft. Door de goddelijke liefde hebben wij deel aan de liefde van God de Vader tot God de Zoon en omgekeerd. Wie van ons zal dit begrijpen, hier op aarde? Dit goddelijk leven in onze ziel noemen wij met een iets wat moeilijk woord, de heiligmakende genade. En vandaag in het evangelie, eenmaal op het einde, wordt die man zonder bruiloftskleed buiten gegooid. Dit bruiloftskleed staat symbool voor die heiligmakende genade. Zonder de heiligmakende genade komen wij niet in de hemel, kunnen wij niet gered worden. Omdat net zij het is die onze ziel versiert, aangenaam maakt voor God, onze ziel, gelijk het woord zegt, heiligt, heilig maakt. Maar heel dikwijls heerst over dit begrip, heiligmakende genade, een heel oppervlakkige opvatting. Als wij een doorsnee katholiek vragen, wat betekent het om in staat van genade te leven? Hij zal ons antwoorden, in staat van genade leven betekent geen doodzonde op het geweten te hebben. En u vraagt verder, is dat genoeg? Is dat alles? Zeker, is dat niet genoeg misschien? Volgens uw antwoord bestaat heiligmakende genade gewoon in iets niet te hebben. Maar bestaat zij ook niet daarin iets wel te hebben? Wat dan? Wat hebben? Niets minder, mijn beste christen, dan God zelf, die in ons leeft en aanwezig is. Deze aanwezigheid Gods in de zielen van de gerechtvaardigen is niet te verwarren met de alomtegenwoordigheid van God. Wij weten dat God overal is, maar niet overal op dezelfde manier. God is alomtegenwoordig op drievoudige wijze. Ten eerste per potentiam, door zijn macht. Zo wordt van de koning gezegd dat hij door zijn macht in het hele koninkrijk is, hoewel hij niet persoonlijk aanwezig is. Dus God is in alle dingen door zijn macht, voor zover alle dingen zijn macht onderworpen zijn. Ten tweede, per scientiam, door zijn kennis. En men zegt algemeen onder de mensen dat die dingen de mensen tegenwoordig zijn die binnen het bereik van zijn zicht liggen. Zo zijn alle voorwerpen van een kamer aanwezig voor ons,
alhoewel wij zelf niet in elk deel van de kamer zijn. God is in alle dingen door zijn aanwezigheid, aangezien alle geschapen dingen voor zijn ogen open liggen. Hij doorgrondt alles. En ten derde, en dat is de meest essentiële, per essentiam. Iets is aanwezig door zijn substantie, door zijn essentie. En God onderhoudt alles voortdurend in het zijn. Alles wat ons omringt. En daarom is God overal tegenwoordig, omdat hij alles voortdurend met het zijn doordringt. God is alomtegenwoordig, maar hij is niet overal op dezelfde manier. Anders in de hemel, anders in de hel. En ja, zelfs in de hel, op de net aangegeven manier, is God aanwezig. Door zijn macht, door zijn weten, door de hel in het zijn te onderhouden, is God in zekere zin ook daar aanwezig. En zelfs in de ziel van de zondaar die God de rug heeft toegekeerd. Maar de tegenwoordigheid van God in de ziel van de rechtvaardige is die van de beminde in de minnaar. God woont in de ziel van de rechtvaardige als in een tempel. Op zeer intieme en bijzondere manier. De heilige Petrus vertelt ons in zijn tweede brief dat de genade bestaat, die heiligmakende genade waarover we het hebben, in een deelname aan de goddelijke natuur. En laat dat even bezinken. Heiligmakende genade is dus een deelname aan de natuur van God, aan het leven van God, dat wezenlijk bestaat in kennis en liefde, want God is geest. Met andere woorden, wij krijgen deelname aan de goddelijke kennis en de goddelijke liefde. En deze kennis en liefde van God transformeert de ziel en maakt haar tot bruid Gods. De ziel wordt opgenomen in een zeer intieme levensgemeenschap met God. Of beter gezegd, God zelf slaat zijn woonplaats op in de ziel. Dat is het mysterie van de heiligmakende genade. De innerlijke inwoning, woning van God in de ziel. De heilige Paulus bericht ons in zijn tweede brief aan de Korintiërs: u bent een tempel van de levende God. Dit is dus het mysterie van de heiligmakende genade. En dat is het doel waarvoor wij geschapen zijn. Dat is het doel van de kerk, het doel van de sacramenten. Het centrale geheim van ons geloof is uiteindelijk dat geheim. Het geheim van de heiligmakende genade. Dat God in onze zielen woont. En als hij het sacrament van de Eucharistie heeft gesticht, ingesteld, dan is dat met één reden. Om steeds meer en meer toegang te krijgen tot ons hart. Om meer en meer ons hart te kunnen veroveren. Alle sacramenten hebben één specifieke werking, namelijk de vermeerdering van die heiligmakende genade. Dat God meer en meer beslag neemt van onze ziel. Daarom draait uiteindelijk heel ons geloof, heel ons innerlijk leven. Hoe erg dan, als wij katholieken op de vraag naar de heiligmakende genade antwoorden, ja, we zijn niet in staat van doodzonde, dat is het. Onze Heer wil ons overladen met zijn goederen, maar niet eender welke, zichzelf. En onze Heer zegt dat zelf met heel duidelijke woorden. Indien iemand mij lief heeft, dan zal mijn Vader hem lief hebben en we zullen tot hem komen en woning in hem nemen. Woning in hem nemen. De gerechtvaardigde door de heiligmakende genade treedt in een totaal andere verhouding met de Allerheiligste Drievuldigheid. Hij wordt eerst en vooral een aangenomen kind van de Hemelse Vader. De heilige Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen: want gij hebt geen geest van slavernij ontvangen, van knechtschap, om terug te vallen in de vrees, maar de geest van kindschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader. Wij mogen God onze Vader noemen. En als het woord Abba letterlijk wordt vertaald, dan betekent het eigenlijk papatje. Met zulke vertrouwen mogen wij tot God spreken, mijn dierbare. En dat kunnen wij enkel op basis van de heiligmakende genade. Zonder die genade zijn wij knechten Gods, maar geen kinderen Gods. Dan
zijn wij vrienden van Christus geworden, broeders van Christus. En onder vrienden bestaat er een zekere gelijkheid. Onze Heer zegt het zelf. Ik noem jullie niet meer knechten, maar vrienden. En ten derde, ten opzichte van de Heilige Geest, we hebben het al besproken, gehoord, wij zijn een tempel van de Heilige Geest geworden. Op een dag ging Leonidas, de vader van Origenes, eens stilletjes in de kamer waar zijn zoon, die zo net gedoopt was, sliep. Hij boog zich over het slapende kind en kuste met eerbied zijn borst. En toen de moeder dit zag, vroeg zij naar het waarom dat hij dat gedaan had. En hij antwoordde, is het hart van ons kind nu niet de tempel van God geworden, waarin God zelf werkelijk woont? En hetzelfde wordt ook verteld van de moeder van Monsieur Lefebvre. Namelijk dat ze haar kinderen pas voor de eerste keer kuste na het heilig doopsel. Die vrouw leefde echt uit het geloof. Een levendig geloof. De prelaat van Ségur klaagde. Alle christenen weten theoretisch dat God in hun hart woont. Dat ze tempels van Jezus Christus zijn. Dat de Heilige Geest in hen woont. Hoe komt het dan dat bijna niemand er veel om geeft? Het lijkt er bijna op dat niemand eraan denkt, ervan leeft, er praktisch en werkzaam aan gelooft. Praktisch, werkzaam eraan geloven. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? En een bijzondere methode die ons daartoe kan helpen, is het wandelen in de tegenwoordigheid Gods. Zich bewust zijn van die grote waarheden van ons geloof. Steeds opnieuw zich aan die waarheid herinneren. God woont in mijn hart, in mijn ziel. En vertrekpunt is de vereniging van de ziel met God in het gebed, de geestelijke oefeningen. Geen tijd, nee, geen prioriteit. Het Pareto-principe, u herinnert zich nog. Vaste gebedstijden zijn noodzakelijk om ons leven structuur te geven. Om God een plaats te geven in uw leven, is het niet voldoende vrome verlangens en wensen te hebben die stranden in te veel bezigheden, die niet gerealiseerd worden. Concrete voornemens, een dagindeling, vaste gebedsmomenten. Om God en de geheimen van het geloof te beschouwen en onze wil weer in liefde tot God te richten. En dit is noodzakelijk om een vertrouwd contact met God te krijgen. En dat is toch wat God wil. Daarom wil hij in uw hart wonen. En laat u niet neerdrukken door de gedachte van mijn kleinheid, mijn zwakheid, mijn zonde. Ja, heiligheid is iets voor anderen. Nee, God woont nu in uw ziel. Als u de heiligmakende genade hebt, woont hij nu in uw ziel. En als u het niet hebt, dan wil hij in uw ziel wonen. Elke keer opnieuw. Als u vandaag de absolutie krijgt in de biecht en morgen terug zou het vallen. Hij wist het op voorhand. Heeft u toch die genade willen geven? Laat u niet neerdrukken van die gezwarte gedachten. Heb vertrouwen. De heilige Therese van Lisieux zegt zo mooi. In de mate dat wij hoop hebben op God, in de mate van ons vertrouwen op God, zal God ons zijn gaven schenken. Dus als uw hoop en uw vertrouwen onbeperkt is, dan zal God u in onbeperkte mate alles geven. Vaste gebedsmomenten. En daarna, tijdens de dag, tijdens uw dagwerk, probeer regelmatig aan God te denken. Zich tot hem te wenden in de zogenaamde schietgebeden die heel waardevol zijn. Carigou Lagrange zegt heel interessant dat het innerlijke leven daarin bestaat vanuit het gesprek dat wij met onszelf voeren, en iedereen doet dat, in de alledaagse omstandigheden, als we dingen beoordelen, dingen zien. We overleggen bij onszelf, oh, dat vind ik wel mooi, dat vind ik niet mooi, dat is zo, dit is anders. Om in dit persoonlijke gesprek God bij te betrekken. Dus bespreek die dingen toch met God. Je moet niet alleen over uw zonde spreken. Als u een mooi berglandschap ziet, spreek met God erover. Amai, dat is mooi. Heel vertrouwelijk. Dus in de tegenwoordigheid van God wandelen. Bewust zijn
van die goddelijke gast die in onze ziel woont. Dr. Perrier, voorzitter van de katholieke vereniging van jonge mannen van Aveyron, schreef: voor mij bestaat het hele christelijke leven uit het trouwe naleven van het principe elk moment van ons leven doorbrengen met Jezus. Hem kennen als onze God, onze vriend, onze vertrouweling, onze meester. Altijd bij ons, die altijd bij ons is en in ons aanwezig. Hoe sterk voelt zich niet een ziel die op elk moment kan zeggen: ik ben niet alleen. Wij zijn met zijn getweeën, hij en ik. Zeer dierbaren, waartoe u wordt uitgenodigd door onze Heer. In het evangelie van vandaag moet die koning 3 keer zijn knechten sturen om gasten te vinden. Hij nodigt uit, de bruiloft is gereed, kom. En niemand komt. Laat de uitnodiging aan ieder van u niet onbeantwoord blijven. U zou ze wel eens kunnen verspelen. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.